groot gezin had lang gespaard om met z'n allen op vakantie te gaan naar een ver land. Ze sliepen in een mooi hotel. Ja, ja papa. Hey, dat is familie Jansen uit Nederland, dat is weer kundig, toch? Goedemiddag, welkom met je bij het hotel. Kunnen we u ergens mee helpen, rondleiding? We hadden gereserveerd. Dit is de sleutel en de regels van het hotel. Ik kan u misschien rondleiden als u wilt. Ja, graag. Kom maar mee. Het ontbijt is hier van 9 uur tot 12 uur. Je kan hier lunchen en ontbijten. Even verderop in de stad zaten rebellen in een schuilplaats te praten over de slechte toestand van het land. Bij de regering gaat het echt heel goed, jongens. Ja, dat is wel zo, ja. Ja, dat is zo. Wij moeten een oorlog beginnen. We moeten in opstand komen. Onze familie is allemaal vermoord. We moeten een vliegtuig opblazen zodat er een oorlog komt. Dat is een goed idee. Ik weet welk vliegtuig we moeten opblazen. Kom, neem onze bommen mee. Dan kunnen we het vliegtuig van boven naar beneden halen. De rebellen namen hun zelfgemaakte raketwerper mee. Die was verborgen in een prullenbak. Jongens, ik zie dat hij over 2 minuten aankomt. Oké, dan is het goed. Zet het snel neer. Ja. Rustig. Ja. Zal ik hem erin doen? Wacht. En nu! Het neergehaalde vliegtuig was van de regering en de rebellen waren blij. Als er nou geen oorlog komt, dan weet ik het ook niet meer. Het grote gezin zat inmiddels in een vakantiehuisje van het Humanity House Resort. En de zusjes luisterden naar het nieuws op de radio. Story. We're obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something. Er is oorlog! Er is een vliegtuig neergeschoten! Mama! Papa! Kinderen! Er is gelukkig oorlog! We moeten naar de hotel! We moeten vluchten! We moeten naar Nederland! De oorlog was in volle gang en de troepen van de regering spaarden niemand. De broertjes zagen een tank aankomen rijden en waarschuwden de rest van het gezin. Mama! Niet op tijd, maar zonder spullen kon het gezin het huis ontvluchten. Papa, waar zijn Marwan, Mohamed en mama? Kinderen, ik weet ook niet waarom mama en de broertjes zijn. In chaos van de oorlog was het gezin gesplitst en elkaar kwijtgeraakt. En probeerden ze nu al weken de broers en de moeders te zoeken. Is dit de kamer waar we vermiste mensen kunnen zoeken? Ja. Wat voor je paspoort? Maar we zijn onze paspoorten kwijtgeraakt tijdens de oorlog. Ik weet niet of ik jullie kan meehelpen. Kom maar even mee. Ja. Wat erg voor dat gezin. Ze kunnen die taal niet eens spreken. Ik denk dat ze moeten helpen. Zonder paspoort kon niemand van de regering de mensen helpen. Maar gewone burgers uit het land wilden wel helpen. Kom mee! In een groot archief met mappen van mensen die waren gevonden tijdens de oorlog zochten ze. Hebben jullie wat gevonden? Nee. Even kijken. Hier staat het. Ja, familie Jansen. In het hospitaal. Ja, ze leven nog. We moeten er nu gelijk naartoe. Oké. Snel gingen ze naar het ziekenhuis. Zuster, wie is hier de baas? Ik kom met mijn broertje. Kom hier. Hallo, wat is aan de hand? We zoeken onze broertjes en onze moeder. Okay. Familie Jansen. Ja, hier, kom maar mee. Hallo broertje! Oh papa, ik ben zo blij je te zien! Ik je ook, zoontje! Het gezin was weer herenigd en toen ze na een tijdje hun paspoort hadden, vlogen ze gelijk terug naar het veilige Nederland.